We staan hier voor een tapijt naar ontwerp van Peter Paul Rubens. Een van de allergrootste schilders, denk ik, die er ooit geleefd hebben. Hij leefde zo rond 1600. Hij wordt geboren in een klein plaatsje in Siegen. Gaat dan al met zijn moeder naar Antwerpen. Daar krijgt hij zijn opleiding. Trekt naar Italië en in 1608 komt hij na een lang verblijf in Italië terug naar Antwerpen. Vestigt daar een atelier en wordt een van de allergrootste, belangrijkste schilders van zijn tijd. Met klanten echt uit de hele wereld, of in ieder geval uit heel Europa. De koningshuizen staan bijna in de rij voor hem. In Nieshout werken een man of 20 ongeveer en een groot gedeelte in de werkplaats. En dat doen we zeg maar alle werken die we tegenkomen. Het varieert van het maken van kunst, het maken van opdrachten, het inrichten van tentoonstellingen. Nou ja, eigenlijk van alles en nog wat. Rubens maakt dus niet eigenlijk alleen ontwerpen voor schilderijen, maar hij maakt ook ontwerpen voor architectuur. Hij ontwerpt bijvoorbeeld zijn eigen huis. Hij maakt ontwerpen voor beelden. Maar hij maakt ook 4 series voor tapijt. En tapijten moet je je voorstellen waren eigenlijk de allerbelangrijkste opdrachten qua beeldende kunst die je kon krijgen. Het waren extreem dure dingen en het opmerkelijk is ook dat het altijd in series is. Een andere is de Cradle to Cradle Tower. En daar zijn dan ook de verschillende afdelingen. Dus je hebt dan een afdeling met medische spullen. Je hebt het slachterij. Je hebt zeg maar de maalderij waar het echt op de meest brute manier vermalen wordt. Het mooie is dat dit tapijt gesigneerd is. Maar niet door Rubens, maar door Daniel Eggermans, de grote wever. En de B staat voor Brussel. En dus het staat D, Eggermans Fake It, gemaakt in Brussel. Dus op het hele tapijt is de ontwerper niet te zien. Het ging echt om die Eggermans. En dat moet je voorstellen, zijn echt kolossale bedrijven. Echt bijna een soort fabriek waar dus tientallen mensen aan het weven zijn om die prachtige grote series binnen een redelijk snelle tijd klaar te krijgen. Cradle to Cradle is eigenlijk een soort recycle installatie waar het eigenlijk met name gaat over het recyclen van het menselijk lichaam. Dus in de zin van dat je organen, vlees, lichaamsvochten, vetten en zo, alles weer hergebruikt op de meest efficiënte manier. Dus dit is één van een serie van 8 oorspronkelijk. En het hele bijzondere van Boijmans, een van de absolute topstukken van het museum, is dat we 7 van die 8 schetsen bij elkaar hebben. Hè. Dus 4 ontwerpen voor tapijten heeft Rubens gemaakt, maar al die schetsen zijn verdeeld over de hele wereld van die aparte series. Maar Boijmans is zo gelukkig dat ze 7 van de 8 bij elkaar heeft. En dat is echt uniek in de wereld. En daarnaast zijn het echt behoorlijk tot de allermooiste schetsen die Rubens ooit gemaakt heeft. Dat heb ik zo getekend. Dat is een hele strakke tekening. En dit is echt een tekening die ze zeg maar gewoon kunnen vergroten en overtrekken en maken. Rubens begint met een schets van, nou, zeg maar 40 bij 40 centimeter. In één keer schildert hij dat erop. Dit is het voorbeeld voor een groter modello, zoals dat genoemd wordt. Een schilderij wat 3-4 keer zo groot is, dus zeg maar 1,20 bij 1,20 ongeveer. Dat schilderij, dat is niet in Boijmans, dat is in de Courtauld Instituut in Londen. Dat is dus echt een fors paneel en heel uitgewerkt. Hè? Dus hier laten ze allemaal nog stukken open. Daar is elk detail tot in de finesse uitgewerkt. En waarschijnlijk is dat dus een leerling. Een leerling die krijgt dit naast zich en dan gaat hij gewoon zo getrouw mogelijk dat kopiëren. Dus van deze schets heb ik dan wat uitvergroot.
Dat is al schaal 1 met 23. Dat geheel is een bankstel wat in de buitenruimte komt te liggen van het Museum of Art in Indianapolis in de VS. En dat is ongeveer 20 of 21 meter lang in zijn geheel. Als je dus al die streepjes volgt, dan komt er dus zo'n kwadraatnet. En tot zeer voor kort op de academie werd dat nog steeds onderwezen als dé manier om iets te kopiëren en vooral om te vergroten. Dus je zet dit gewoon uit op een geprepareerd paneel. Alleen vergroot je het zoveel, dus kan je per vierkantje het kopiëren. Hier is bijvoorbeeld een stukje van een ribbenkast wat al klaar is. En dan zie je dat het zwart ingekleurd is. Dat is ook een polyester topcoat. En dat is eigenlijk zo als dat te liggen komen. En er zijn nummers eronder ook. Want Joep van Lieshout, onze baas, die gaat dan naar Indianapolis toe. En hij gaat met de hulp van mensen van het museum dat beeld installeren. Dus dat hij weet dat hij niet zeg maar, die twee botten verwisselt of dat er niet ongelukken gebeuren. Heb ik daar nummers aan gebracht. Die kunnen we nog even bekijken. Het bijzondere is dus, Rubens maakt die schets. Een leerling maakt dat modello. En als dat modello klaar is, gaat Rubens toch nog veranderingen doorvoeren. Dan heeft hij blijkbaar nog over dat schilderij nagedacht. Vooral over het verhaal, hoe je dat nou het beste vertelt. En dan kan je in dat modello wat in Londen hangt, kan je echt de toets van Rubens die over dat voorbeeld, over die schets heen gaat en allemaal veranderingen aanzet. En bij deze kan je ontzettend zien dat het verhaal versterkt. Toen ik het eerste stuk klaar had, had ik ook eventjes Joep nodig. Die kwam er langs kijken en ik heb met hem dat stuk doorgesproken of hij dat, of die vorm gewoon goed was. En op basis van het eerste stuk heb ik de rest gedaan. Dus het is vrij zelfstandig werken voor het grote project. Maar tussendoor moet ik Joep hebben om een beslissing te nemen. Dat betreft vooral kleur en vorm, want het concept is eigenlijk klaar. Het is een prachtige brief van Rubens. Dan heeft een Italiaan, die vraagt één tapijt bij hem. En dan antwoordt Rubens, ja maar ik begrijp u helemaal niet. Want een tapijt dat moet altijd in 7 of 8, dat moet een hele geschiedenis vertellen. Dus dat geeft heel goed aan dat een tapijt, was altijd een tapijtserie. En vertelde vaak het verhaal van een Griekse held of een Romeinse centurion of iets dergelijks. Ik ben nou bezig met die, zeg maar, met burgeroorlog en ineenstorting van onze samenleving. Maar ook met heroïsme en oorlog en geweld. En sterven voor je land en dat soort dingen. En sterven voor je idealen. Greater, 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 greater